Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Welkom bij Booming Brabant, een programma over het nieuwe ondernemen in Brabant. Met vandaag 750 kilometer met je gezin in een auto rijden zonder een druppel brandstof te verbruiken. Studenten van de TU in Eindhoven die krijgen het met zonne-energie voor elkaar. En vorige week kregen ze in San Francisco de Crunchy Award. De Oscar voor de beste technologische uitvinding. Maar er zijn alweer plannen voor een nog betere zonneauto. Van harte welkom Tom Selten van de TU. We gaan het zo meteen hebben over die ambities van jullie. Zeker, gaan we doen. En wat deed een rijke Chinees vorige week zomaar op het podium tijdens de Demo Day van een stel techneuten? Hij speelde voor Sinterklaas, letterlijk. Voor een stel starters met een lumineus idee. En met hun toekomst zit het wel goed. En dat is ook de doelstelling van Startup Bootcamp Hightech XL. Een mond vol, Bert-Jan Woertman. Ja. Van harte welkom ook. Ik wil natuurlijk zo meteen veel meer weten van dat bijzondere verhaal. Gaan we het zo over hebben. Ja. En mijn sidekick, ondernemer, compagnon voor vandaag is Annemarie Rakhorst. Fijn dat je er weer bent. Hartstikke graag. Ik wil je graag even introduceren voor de kijker thuis. Niemand in Nederland heeft zo'n uitgesproken visie op duurzaam ondernemen als Annemarie Rakhorst. Haar credo, benut als ondernemer je kansen, maar neem tegelijk je maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voor de mensen in je bedrijf en voor je omgeving. In 1994 richtte ze met haar man ingenieursbedrijf Search op, dat bedrijven adviseert hoe ze een slag kunnen maken in duurzaam ondernemen. Search werd een ongekend succes. Vorig jaar verkocht ze haar bedrijf, maar nog steeds maakt Rakhorst zich op tal van fronten sterk voor duurzaam ondernemen. En zo is het. Onze eigen Miss Duurzaamheid hier aan tafel. Wat een prachtig filmpje. Ik had het nog niet gezien. Het is echt geweldig. Hey, je hebt nieuws voor ons meegenomen. Hier staat hij. Dit is de Tesla S. Eén grote iPad op wielen. Geweldige auto. Eén stuk ICT en één stuk duurzaamheid. En nu komt er een nieuwe Tesla, het model X. En Tilburg, Tesla Tilburg doet een stuk van die assemblage en het naar de markt brengen van deze auto. Mm-hmm. En dat is weer een boel werkgelegenheid voor Tilburg. En weer op een geweldige manier op de kaart zetten van duurzaamheid en ICT. Zo Mooi. Is het. Prachtige auto, hè? Ja. Jij houdt er ook van, hè? Want ja, ik rijd erin en heerlijk. Het is gewoon een fantastische auto. Omdat hij elektrisch is, is hij en snel. En daarnaast is hij natuurlijk duurzaam. En als je dan de energie opwekt met PV, ja, dan ben je er wel. Dat is de innovatie waar we naartoe willen. En verder is het gewoon vernuftige ICT. Vind je het is leuk als een vrouw zo vol passie over een auto praat? Ja, vooral omdat ik heb zelf helemaal niks met auto's. Nee? Nee. Nou, dan wordt het toch lollig vandaag. Maar ik vind het heel mooi als mensen met passie over innovatie praten. Ja, er zijn veel elektrische fietsen, hoor. Ja, maar heb ik nog niet nodig. Nee. Goed, we gaan naar het nieuws van deze week. Ik wil deze graag aan jullie voorleggen. Na Blokker en V&D is er nog toekomst voor de winkelstraat. Misschien je houdt niet van auto's, misschien wel van winkelen dan? Nou, ik ben een van de mannen die van winkelen houdt. Ja, dus zie je? Ja, dat is dan net omgedraaid. Nee, ik kom graag en veel in de stad. En ik maak me wel zorgen, bijvoorbeeld als zo'n V&D verdwijnt, dan verdwijnt niet alleen die winkel. En dat is ook heel vervelend voor de mensen die er werken. Mm-hmm. Maar de loop in zo'n stad gaat ook veranderen. Midden in dat centrum ligt dat grote gebouw. Als dat leeg komt, wat gaat het dan doen met de energie in zo'n binnenstad? Yeah. En nog los van het leed van de mensen die er allemaal werken, wat we daarmee moeten. Dus ja, is er nodig? Nog toekomst? Of moeten die ondernemers gewoon wat innovatiever worden? Annemarie? Nou, het mag wel duidelijk zijn dat daar de klant een beetje vergeten is en het koplopen in de retail, dat zijn zij niet. Je kunt natuurlijk hele succesvolle retailbedrijven noemen, ook op dit moment, waar gelukkig heel veel winkelpanden wel meegevuld zijn. Dus, en waar ook het digitaal, het online shoppen heel erg gecombineerd wordt met het hebben van winkels. Maar ik denk dat voor elke sector geldt dat je gewoon moet innoveren en vooraan moet staan en bij je klant moet blijven zitten. En soms is er gewoon een refresh nodig en dat is hier zeker. Dit is dan weer wel een mooie, lijkt me. Ja, dit is. De provincie wil 800.000 energie-neutrale woningen
in Brabant in 2050. Word je er blij van? Heel blij. Ik moet wel zeggen dat 2050 te laat is. Als wij onze klimaatdoelstellingen willen halen, dan moeten we veel sneller zijn. We gaan naar de top in Parijs toe in december. En we hebben echt energie-neutrale woningen nodig om onze klimaatdoelstellingen te halen. In Nederland moet elk woonhuis, elk bedrijfspand energie-neutraal zijn en eigenlijk het liefst energieopwekkend. En veel eerder dan 2050. Nou, dat is een mooi voorbeeld van de rol die de overheid kan spelen om innovatie te stimuleren. Hè? Soms zeggen mensen innovatie wordt geremd door regels vanuit de overheid. Maar de overheid kan juist ook regels in het leven roepen om innovatie te stimuleren. Mm-hmm, dus als je zegt 2050 duurt te lang, ja. Gewoon 2020. En energie-neutraal wil dan zeggen dat het huis zeg maar zijn eigen energie opwekt, juist. Zoals ook producten hun eigen energie moeten gaan opwekken. En wat de overheid kan doen is het introduceren van carbon pricing. Dus we willen eigenlijk, wat is dat? Belasting op CO2, de belasting op arbeid naar beneden. Dus de belasting op arbeid gewoon ver omlaag. Dan kun je veel goedkoper arbeidskrachten inzetten. Dat is goed voor de innovatie, goed voor onze economie. Mm-hmm. En de belasting op vervuiling op CO2 verhogen. Dan zie je dat het bedrijfsleven daarop gaat inspelen, innovaties gaan inspelen. En dan komen we verder met elkaar. En voor elk huis dan een Stella ook, hè? Een zonne-auto. Ja, daar komen we ook zo op. Dat is wel belangrijk. Goed, andere mooie innovatie. We lopen in Brabant al aardig voorop als het gaat om duurzaam bouwen. Wat dacht je van milieuvriendelijk beton maken? In de bouwwereld zien ze het als een grote doorbraak. En dankzij het bossenbedrijf MGX is het nu mogelijk. Ze werken al enkele jaren aan de ontwikkeling van megaliet. En dat is een hulpstof die ervoor zorgt dat er veel minder cement nodig is om beton te kunnen maken. Vanuit de hele wereld is er interesse voor de uitvinding. MGX Groep is een bedrijf dat zich vooral specialiseert in research in de betonindustrie. Wij kijken naar nieuwe technieken om beton te maken, waarbij we zowel kijken naar de kant van het aggregaat als de kant van de cementbinding. En we proberen op deze manier een duurzamere beton tegen een goedkopere prijs in de markt te kunnen krijgen. Ik ben in 2003 in contact gekomen met professor Reti Yagi. Dat was toen een professor aan de universiteit in Glasgow. Hij was zeer gefascineerd door mijn interesse om verder te gaan in de betonwereld om te kijken of je niet alternatieven kon leveren. We are making a megalith concrete and is a special concrete. And what ingredients we use in the concrete are shown here. This is water. And this is crind and sand, which is used in almost all concrete. And this is a Portland cement, which is part of this concrete system. And this is a very special product, which we call megalith. And this is a cement binder. And it makes all the difference in the quality of the concrete. Ja, megalith is een poedervormige hulpstof. Wij produceren dat zelf. Het is een poeder wat toegevoegd wordt aan het betonmengsel. Het kan toegevoegd worden tijdens het mengen van het beton in de grote betoncentrales. Nou, megalith heeft een aantal eigenschappen. En daardoor kun je de cement reduceren om toch dezelfde kwaliteit product als resultaat te hebben. En dat hij revolutionair is, dat mogen duidelijk zijn, want niemand in de wereld snapt dat je zomaar 30-40% minder cement kunt gebruiken en toch een goed product kunt maken. Pas op het moment dat ze gezien hebben hoe het product werkt, dan draait iedereen om. Plus dat je minder CO2-uitstoot krijgt in het produceren van de cement. Dus wij leveren een duurzamer product tegen een lagere kostprijs. This is the concrete where we have used megalite and also cement is reduced. And if you see, for as a comparison, it is the same cement reduction and without megalith, and you see that it's not so strong. Op dit moment staan we te trappelen om door te stoten. We merken dat er heel veel interesse is uit de wereld. Dus overal worden op dit moment testen gedraaid met ons product. En wij verwachten binnen nu en een paar maanden zeg maar, op meerdere plaatsen het product te kunnen inzetten. Dat voelt uitstekend. Ja, Annemarie, je hebt je natuurlijk jarenlang ingezet met je bedrijf Search om bedrijven aan te sporen duurzamer te gaan verbouwen. Spreek je dit aan? Jazeker, want beton is veel gebruikt in de bouw. Dus de bouw gebruikt 40 tot
50% van alle grondstoffen wereldwijd. Mm-hmm. Heel veel van die grondstoffen worden steeds schaarser. Dat betekent dat er dus echt gesloten kringlopen moeten ontstaan op bouwproducten. Dat alle materialen die we in de bouw gebruiken, generatie op generatie op generatie hergebruikt moeten kunnen worden. En vernieuwing in beton is echt een basisvoorwaarde voor succes. Dat is heel goed. Mooi. Ja, dan, ze noemen het de Oscar van de technologie, de Crunchy Award. Hij staat hier op het hoekje. Alleen de allerbeste technologische uitvindingen die maken überhaupt kans op die prijs. En vorige week werden ze opnieuw uitgereikt in San Francisco. En een van de genomineerden was de zonneauto van de Technische Universiteit in Eindhoven. Eventjes terug naar die bekendmaking vorige week. En de Crunchy goes to... the Stella solar-powered car. Ja, zo werd het omgeroepen. Ja. Tom Zelte, van harte welkom. Ja, toen sprong ik op in mijn bed hoor, op dit moment. We lagen om 5:30 's ochtends was dit. Ja. Zaten met het team te kijken, iedereen op zijn eigen kamer, studentenkamertje. En toen dit bekend werd, ja, je staat helemaal vol adrenaline, in een pads, meteen klaar. En omkleden, meteen naar het kantoor toe. En toen begon de dag, een en al gekhuis. Bizar lijkt me dat. Heel want bizar, het grappige ja. eraan vind ik wel, want je hoort voor als het filmpje begint, hoor je wat gelach. Maar dan hebben ze net de nummer 2 bekendgemaakt en dat was Apple, toch? Ja, dat was Apple Pay, klopt. Maar ja. dan zit een zaal te denken van, hey, Apple wint niet. Ja, klopt. Wat wordt ja. het dan? En dan zijn jullie het. Je hebt ja. Bitcoin verslagen, Apple. SpaceX, de raket, de Rosetta Comet-landing. We hebben echt ja, de grote jongens verslagen. Ongelooflijk. Zeg maar. David tegen Goliath, ja. Jullie hebben gewonnen met Stella. Ik heb hier ook een foto, een mooie foto. Je ziet Stella achter het prachtige beeldje, een klein beetje. We zien ja, je ziet de voorkant van de auto inderdaad, ja. En ja, meteen kenmerkt natuurlijk een beetje de bolvormige voorkant. Ja. En de vierpersoons auto. Wat is het? Het is een auto op zonne-energie? Ja, het is een auto op zonne-energie. Ze rijdt op de zon, zeg maar. Dus je rijdt eigenlijk, kan je altijd door blijven rijden. Want de zon, als de zon schijnt tenminste. Mm-hmm. En het bijzondere van onze auto is dat die 4 personen kan vervoeren. Want je kent de auto's van Delft waarschijnlijk, de platte auto's. Waar dat je echt in zo'n klein canopy zit. En in deze auto zit je gewoon ruim, luxueus. En je rijdt met 4 personen comfortabel door het land. En dit is gewoon waarvan iedereen zegt dat het niet kan. Dit en jullie zeker, doen het gewoon. Er zijn een gezinsauto die überhaupt niet meer met zijn stekker in stopcontact hoeft, maar die gewoon precies, op de zon rijdt. Ja. En dat is zo belangrijk dat er bewijs wordt geleverd. Nou, veel mensen verklaren ons wel in het begin wel gek van, dit kan niet, dat is ongelooflijk. Ik pak even jouw tweet erbij, want die vonden we op Twitter terug. Ja, Marie, zeker. Je was ook heel enthousiast, hè? Ja, dus ik was het team tegengekomen een aantal maanden geleden bij de ideeënfabriek in Uden. Waar het ging over de energietransitie van fossiel naar schone energie en dan met name ook bedoeld voor gebouwen. Daar heb je een stuk oude economie, dus mensen die meer die oude economie vertegenwoordigen, die vertellen hoe moeilijk het is en waarom het allemaal niet kan. En dan komt TU Eindhoven, de studenten op het podium, en die gaan niet vertellen dat het allemaal kan, die laten zien dat het kan. Maar gaat dit een worden? Gaat dit een worden? Gaat straks iedereen in een zonne-energieauto? Wij geloven wel, ja. Wij denken zeker dat dit de toekomst is. Ik denk dat hij dan wel een beetje het uiterlijk van die Tesla moet krijgen, Annemarie. Ik weet niet, ik vind hem wel een beetje lelijk. Is dat raar? Dat zie je bij heel veel mensen die denken van ja, we zijn de auto gewend, zeg maar, met de motorkap voor, de persoon in het midden en de bagage achter. Ja, maar het is een beetje een mix tussen een bus en een trein of zo, en dan wat plat. Wij geloven er zelf in dat dit de toekomst is. Dat dit soort auto's straks overal rond gaan rijden. En het is meer dat mensen nu gewend zijn aan auto's, wat ik net vertel, zoals de conventionele auto's. Maar ik denk, ja, als je dit over 5 jaar al introduceert in de markt, dat mensen straks denken van zo'n 10 minuten. Zie jij jezelf weer al in rijden? Zeker. Ja? Ik zal zeker de innovatie proberen te ondersteunen door juist erin te gaan rijden en juist het te laten zien. Dat zouden meer mensen moeten doen. En bij die Tesla, daar heb je dus inderdaad ook geen motor meer. En dus de motorkap die daar nog wel, dat is meer het uiterlijk van een conventionele auto, dat is bagageruimte geworden. Het gaat om de technologie en het gaat om de innovatie, die vormgeving. Daar gaan dadelijk een aantal stylisten op werken als de technologie er is. En dan wordt die fun en fancy en dan zal die er misschien iets anders uitzien. Maar wat Tom zegt, heeft hij wel gelijk in. Wij zijn heel erg gewend aan een motorkap, een motor eronder en de vorm die dan een auto moet hebben. Stel je nou eens voor dat je dat niet meer hebt. En dat je dus elke vorm kan maken aan een auto die je wil geven. Mm-hmm. Dan krijg je veel meer onderscheid ook weer in de auto's die gemaakt zijn. Ik denk dat het... Okay. Maar als je kijkt, dit is dus de auto van de toekomst, maar gebouwd door studenten van de TUE. Hoe hoopgevend is dat? Maar ik wil graag van jou weten. Word jij hier rijk van als dit het gaat worden? Als straks iedereen in zo'n soort auto... Word jij dan rijk? Nou, dat is niet nu onze doelstelling. Wij willen gewoon winnen met die auto straks in Australië. En ja, want daar gaan we naartoe.
Dit is de route die jullie in Australië gaan rijden. De World Solar Challenge. In Australië van Darwin naar Adelaide. Eens in de twee jaar wordt die gehouden. 2013 hebben jullie gewonnen. Ja. Nou, is het 2015. Ga je hem weer winnen? En wat moet je ervoor doen om hem weer te winnen? Nou, dit jaar gaan we in oktober weer naar Australië toe. Gaan we weer rijden. Alleen het is wel zo dat in tegenstelling tot vorig jaar, in 2013, is de snelheid nog belangrijker geworden. De organisatie past de regels constant aan om ons een beetje uit te dagen, om ons te laten zien wat we kunnen. En we moeten dus een nog efficiënte auto maken. En het heeft ertoe geleid, en dat is dan de jullie première zijn dat jullie krijgen hier, dat wij dit jaar een auto gaan maken die niet 750 kilometer ver kan rijden op één lading. Maar onze doelstelling was een auto te maken die 1500 kilometer kan rijden op één lading. Zo. Jeetje. Ja. Goed zeg. Dus jullie gaan winnen. Dan ga je winnen. Ja. Want het is 3000 kilometer of zo, toch? Het is 3000 kilometer door de auto van Australië. Nou, kun je één keer zonnetanken en je kunt weer door. Exact. Ja, dankjewel. Ik wens jullie veel succes. Dankjewel. Zometeen een handschoen die al je apparaten kan aansturen. Het is een groep Brabantse starters die het bedacht heeft. En een rijke Chinees die kan niet wachten om daar zijn geld in te stoppen. En hoe dat nou zit, dat hoor je zo. Je zou het door de crisis misschien bijna vergeten, maar op veel plekken in Brabant worden nog steeds jachten gebouwd. Ze kosten vaak miljoenen per stuk, maar dan heb je ook wat. Altena Yachts in Raamsdonksveer bouwt ook boten voor de rich and famous van over de hele wereld. En Hannelore Struijs die ging alvast een beetje proefvaren. Zoals je misschien wel kunt zien, zijn we in Raamsdonkveer bij Altena. Hier maken en renoveren ze jachten, waaronder luxe jachten. En aan deze luxe kan ik wel wennen hoor. Dit moet een schip worden. De Vrijburg PB61 voor transatlantische reizen. Met alle comfort van een luxe jacht. Dit is de stalen plaat die we net gezien hebben. Dit zijn de ramen die er later uitgesneden worden. En dit onderdeel zit hier in de opbouw. En hoe groot wordt dit schip dan? Dat wordt 18,50 meter. 61 voet. Dat is een behoorlijk schip. Dat is een behoorlijk schip, ja. Hoe lang doe je erover om dat te maken? 12 tot 14 maanden. Dit is een schip van een Zwitserse klant. Dat heeft mijn vader 14 jaar geleden gebouwd. En het ligt nu ook voor onderhoud hier. Zoals ongeveer 40% van de schepen die wij gebouwd hebben terugkomen voor onderhoud. Het is wel bijzonder dat je de schepen terugkrijgt die je vader ooit bouwde volgens mij. Ja, klopt. Ja. Daar zou ik trots op. Het is een familiebedrijf dat natuurlijk al jaren loopt. Maar die kennis heb je volgens mij ook wel nodig, want het is best wel gespecificeerd. Het is niet alleen de buitenkant van een boot, het is de binnenkant, motorisch, elektrisch. Je hebt een timmerman nodig, je hebt van alles. Ja, klopt. En het hele bedrijf valt en staat met het juiste personeel. En ik denk dat wij dat wel onder controle hebben. En wat kost zo'n schip nou? Ik denk dat dit schip, wat als het nieuw zou kopen, ik denk om en erbij de 3 miljoen euro. Exclusief de BTW. Het schip is naar vanant de portemonnee. En wij bedienen klanten vanaf 100 euro tot en met 4 miljoen euro. Ja. Komen hier dan ook wel eens celebrities? Bekende Nederlanders, bekende mensen uit het buitenland? Dat mag je niet zeggen? Nee. Oké, maar ze komen dus wel? Ze komen wel. Dit is de Vrijburg PB61, dus de opbouw die we nu aan het bouwen zijn. Die we net zagen? Ja, die we net zagen. Op tekening en als snijpakket. Het resultaat is hier. Het ziet er echt peperduur uit. Dat is het ook. Ja. Klopt. Rechts is stuurboord, links is bakboord. Ja. Nou, waar gaan we naartoe? Brazilië of zo? Ja, ook goed. Geen probleem. Schijnt de zon, hè? Ja, dat hoop ik ook.
En dat lijkt me ook wel wat Brazilië. Je hebt ook een mooi voorbeeldje meegenomen, Annemarie, hè? Ja, de Ecolution van Wubbe Ockels, grote inspiratiebron op het gebied van vernieuwing en duurzaamheid. Dus Tom en de TU Eindhoven mogen aan de slag. Juist. Ja, zeker. Hier mogen er meer van komen. Dank je wel. Het gebeurde echt. Een Chinese zakenman vloog met zijn privéjet naar Eindhoven. En in het Evaluon presenteerde jonge Willy Wortels daar hun nieuwste ontdekking. De Chinees vond het zo mooi dat hij meteen zijn portemonnee trok om de jongens verder te helpen. 1 miljoen. Bert-Jan. Wat gebeurde er daar op het podium? Wat dacht je? Wij zijn nog collectief nog steeds aan het bijkomen. Ja, hè? Dit is pas de tweede keer dat we een demodag doen. Dit is een heel blij team wat we hier zien. Ja, maar vind je het gek? Die hebben 600.000 opgehaald met meneer Yu Mingfang. Die met zijn privéjet naar Eindhoven komt. Omdat hij gehoord heeft van wat wij hier allemaal doen. En hoe gaaf dat is. En die denken, daar wil ik het fijner van weten. Ja, dat is de man. Thank you. Thank you. Nou, dat wij die zelf nog niet bedacht hebben. Ja, maar wij zijn te druk om met die meneer de zaken rond te maken. Dit is hem gewoon. Ja. Geweldig, toch? God, dat zou een leuke tweet zijn. Wat krijgt meneer Yu voor al dat geld dat hij investeert? Wat meneer Yu daarvoor krijgt zijn potentieel heel succesvolle starters. In het geval van Manus, die een slimme handschoen hebben ontwikkeld. Ja. Een potentiële markt van 21 miljard. Ja, komen we dadelijk op. Ja. Maar wat krijgt hij er dan voor? Aandelen. Okay. Dus hij wordt voor een deel mede-eigenaar van het bedrijf. Want tijdens die demo day, wat moesten die jonge slimmerikken daar doen? Nou, vertellen wat ze in een paar minuten, wat ze de afgelopen 3 maanden hebben gedaan. We gaan eerst even kijken naar 2 prachtige voorbeelden van lumineuze ideeën. Startups do have the future. iMac introduced Unicare. They are based in the Netherlands and they developed a new personal healthcare program that empowers women to live free from incontinence. Dit is wat we hebben ontwikkeld. Het is een device om urineverlies te genezen. Hoe werkt het? De device zou in de onderbroek gemonteerd worden en het stuurt signalen naar een app en naar een personalized training die gemaakt is door de Maastricht University Medical Center. En waarom is dit zo belangrijk? Dit gaat 400 miljoen mensen wereldwijd helpen om hun urineverliesprobleem op te lossen. Can you imagine that? I think that they can help also. A glove that tracks movement of a hand and turns it into digital data. Allowing it to transform the hand into a controller. De Manus is een handschoen waarmee je technologische producten kan gaan aansturen. Er zitten verschillende technologieën in die de bewegingen van de hand bijhouden. En met die data kunnen wij op de computer dat omzetten naar commando's. En omdat wij altijd onze handen gebruiken, willen we dat het ook voor alles gebruikt kan worden. Communicatie, robotica aansturen, computers, maar huishoudelijk. Ja, en jullie zoeken geld, hè? Nou, niet meer. We hebben zojuist te horen gekregen dat we volledig gefinancierd zijn. Hoeveel hebben jullie gekregen dan? 600.000. Nu kunnen wij er ook voor zorgen dat wij in een rap tempo op de markt zijn. En dat mensen ook zo snel mogelijk ons product kunnen gaan kopen. Helemaal top dit. 6 ton rijken, ja, en zo is het maar net. Maar die 6 ton rijken, die komt wel van een Chinees. En waarom is er nou niet zo'n durfkapitalist als een Hollander die hier gewoon flink in investeert? Maar die is er ook. Ja? Star Engine, die een elektrische jerrycan hebben gemaakt. Zo'n laadpaal die je in je auto, in je Tesla mee kan nemen. Die hebben 2 miljoen opgehaald van Frans van Gils. Een Nederlander. Dat hebben we ook bekendgemaakt op demodag, dat is een Nederlander. Maar zijn het meer Nederlanders die in ons investeren of moeten we het toch echt wel van het buitenland hebben? Nou, van beide zou ik zeggen. Hè. We moeten ook vooral in onszelf investeren. Dus er moeten meer Nederlanders komen hè, die succesvol zijn en die ook zeggen van ik ga ook de jonge ondernemers helpen en daarin investeren. Maar ook zeker buitenlands geld is van harte welkom. Want zo'n investeerder neemt niet alleen geld mee, maar ook een netwerk. En toegang tot bijvoorbeeld de Chinese markt. Maar kunnen wij dan wel heel trots zeggen, dit is een Brabants ontwikkeling. Het is hier ontwikkeld, het is ons Brabant, ons ding. Wij hebben het bedacht. Voor een stuk zal het hier worden gemaakt en het wordt wereldwijd verkocht. En die banen hè, van het bedrijf, een belangrijk deel, hopen wij ook hier in Eindhoven te genereren in de toekomst. Maar hoe doen jullie dat dan? Want ze zijn hartstikke slim, ze hebben lumineuze ideeën, zoals we al zeiden. Maar dan, loopt het dan vast?
Nou, wat je ziet is, een idee is makkelijk. Hè? Je hebt ook veel ideeën. Ik ook krijg je applaus van familie en vrienden. En ja. Maar ga het dan maar eens doen. Ja. En dat weten jullie ook. Je hebt een idee, ga zonneauto bouwen waar vier mensen in kunnen. Maar dat doe je niet alleen met 22 mannen. Daar heb je echt mensen voor nodig. Dus je hebt een netwerk nodig om succesvol te kunnen zijn. Heb jij meneer Yu al een hand gegeven? Nou, sterker nog, donderdag voor vrijdag dat hij ging investeren, heb ik een presentatie gegeven over Stella aan die Chinese groep. Ik heb nog nooit zo'n gekke presentatie gegeven, want ze begonnen al foto's te maken van mijn scherm toen ik aan het presenteren was. Ik denk van, wat zijn dit voor gasten? Kijk, laat horen dat hij dus een 500.000 zo even over tafel heeft geschoven. Ik denk, zo. Echt, hè? Er wordt best wel veel geklaagd dat er te weinig geld is voor innovaties. Is dat terecht? Is er een gebrek aan geld? Of is er een gebrek aan de goede ideeën? Of is er een gebrek aan de juiste samenwerkingsverbanden? Of gaat het eigenlijk allemaal heel goed? Ik denk dat er gebrek aan mensen is, zoals bij Jan, zoals mensen die er gewoon in geloven. Die zeggen van het begin af aan, wij geloven in dit idee en wij willen dit gewoon top maken. En die mensen mogen er wat mij betreft over rondlopen. Ja. Wanneer ben je dan als laatste even als student echt geschikt om mee te doen aan zo'n start-up bootcamp? Nou, als je een goed idee hebt, als je wilt ondernemen en als je je realiseert dat je dat niet alleen kan. Hè? Want ja, je kan wel op je kamer blijven zitten, maar niemand vindt jou dan. Maar je kunt er niet zomaar een leuk idee hebben. Het moet wel een heel goed idee zijn, lijkt me, of niet? Nou, het moet een heel goed idee zijn. Maar dan nog heb je alle hulp nodig die je kunt gebruiken om wereldwijd het product in de markt te gaan zetten. Maar hoe bepaal je dat dan, dat het dan een goed idee is? Nou, dat doen we met een heleboel mensen. We hebben allemaal slimme mensen op die campus op 5 minuten lopen. Die nodigen wij uit om mee te kijken naar die ideeën. Hè? Dus een soort van selectiedagen doen we dan. Er zitten dan 100 man met 20 start-ups te praten de hele dag. Nee, niet één hele dag, twee hele dagen. Mm-hmm. En dan selecteren we de 10, 11 beste. En die nodigen we dan uit om 3 maanden midden op die campus te komen zitten. Die verbinden we dan met al die partijen in het netwerk. En dan zie je dus die versnelling en ineens dat het gaat gebeuren van idee naar product, naar markt. En als het dan ook nog die buitenlandse studenten zijn die hier komen om het te ontwikkelen en daarna misschien wel weer uitvliegen naar hun eigen land of naar een ander land, is het dan nog steeds een Brabants ontwikkeling? Nog steeds een Brabants ontwikkeling, want die gaan terug naar hun land en die denken altijd terug aan Eindhoven. Wij kunnen ze altijd bellen. Stel je dan voor dat ze een Amerikaan terug gaat naar de Valley, dat een supergroot bedrijf neerzet. En die denkt altijd terug waar het is begonnen. Dat is eigenlijk dus Eindhoven. De hele doelstelling. Nee, wij willen het merendeel van de banen willen wij gewoon hier houden. Maar het moet ook niet erg zijn. Start-up moet gaan zitten waar hij het meest succesvol kan zijn. Okay. En als dat niet Eindhoven is, dan moet hij ook vooral ergens anders naartoe gaan. We gaan naar start-up. Een andere. Dankjewel. Ja. Mijn naam is Corné Braber. Ik ben 34 jaar. En ik heb het bedrijf Apps van Agri opgestart. Ja, wij ontwikkelen apps specifiek voor de agrarische sector. Dat zegt ook onze bedrijfsnaam, Apps voor Agri. Ja, dat zijn dus apps die gebruikt worden door boeren en tuinders in Nederland, maar ook in Europa. En die helpen boeren en tuinders bij het telen van hun gewassen of bij het gezond houden van hun dieren, koeien en varkens. Als voorbeeld hebben we de regenmeter-app gemaakt. Dat is een app die houdt dus de neerslag bij. We kennen allemaal de buienradar die dus neerslag voorspelt. Wij kijken juist achteruit, omdat regen is belangrijk voor een gewas, voor de groei van een plant. En daarmee kan de boer op zijn locatie, door middel van GPS, precies zien hoeveel neerslag, hoeveel water dat er gevallen is. En dat helpt hem bij het bepalen van bijvoorbeeld een oogstmoment. We zijn 2 jaar geleden, zagen we natuurlijk de apps, de smartphones, de tablets opkomen. Toen hebben we gezegd van nou, met onze expertise van IT en onze kennis van de landbouw, die combinatie, die is heel krachtig. En daarmee zijn we ons bedrijf gestart en daarmee zijn we ook succesvol. We groeien nu ook naar internationale klanten. Dus we hebben klanten in Duitsland en Frankrijk. We zijn bezig met in Zwitserland. Dat we willen toch wel een Europese speler worden op het gebied van IT en landbouw. Ja, we bruisen aan alle kanten, hè? Dat blijkt maar zo. Even aan het einde. Hoe gaan we naar huis vandaag? Met de Tesla? Met de Tesla, uiteraard. Ja, duurzaam naar huis. Ja, duurzaam naar huis. Gas erop en lekker naar een bedje daarna. Je hebt gelijk. Bert-Jan? Met de Kangoo. En jij? Met de Stella? Met de Stella, ja, tuurlijk. Die met de Stella naar huis. En jij? Hoe ga jij naar huis? Met de hybride. Dat telt ook al wel, goed. Toch? Hybride, ja. Ja, dat is het opstartje. Die rekenen we half wou goed. Ik zeggen. Dankjewel. We zijn er doorheen. Volgende week dan is Booming Brabant er weer. En dan praten we over de grip op je eigen gezondheid. En er komen steeds meer handige tools om je gezondheid vanuit huis te regelen. Denk bijvoorbeeld eens aan een spatel die meet hoeveel zout er in je eten zit. Heb je nou ook een heel leuk idee wat echt in Booming Brabant over de tafel moet gaan? Mail het dan boomingbrabant@omroepbrabant.nl of twitter het met de hashtag Booming Brabant. Heel graag tot volgende week. Dankjewel. Ja.